Voor iedereen die liever zijn eigen arts kiest, hebben wij de juiste zorgverzekering. Want als het gaat om je gezondheid, moet je zelf keuzes mogen maken. Sluit nu onze zorgvrij polis af op zorgenzekerheid.nl. Want iedereen heeft recht op zorg en zekerheid. Kinderen horen niet te werken in Mika-mijnen. Kinderen horen op school. Help ze uit de mijnen. Kijk wat u kunt doen op tdh.nl. In aflevering 2 is het duidelijk geworden dat wanneer Pauline meer rust en balans wil ervaren, dat ze daarvoor meer in contact moet komen met haar lichaam en gevoelsleven. Gedachten komen en gaan, maar Pauline's gedachten gaan wel heel snel. Want wat ik merk is dat als jij praat, ben jij soms al in gedachten verder. Dus je praat terwijl je denkt. En ik zou willen dat je veel meer woord voor woord in het moment praat, kiest. Voor die woorden die je hebt. En niet nog eens een keer 3 woorden verder bij. Want je gaat heel snel in je gedachten. Ja. Jij schakelt terwijl je aan het praten bent. Dat kan ik zien aan je gezicht, in je oogopslag. Maar ik hoor het ook aan hoe je ademt. Oké, dan wil ik even starten met een oefening. Maar die doen we staande. Okay. Want dan kun je het beter ervaren. Ja. Oké, luister. Belangrijk sowieso is dat die voeten... dat die ongeveer in het verlengde staan van je heupen. Nou, dat doe je goed. Schakel met je aandacht naar je voeten. Dus ik ga ook testen of je stevig staat. Heel goed. Nog meer, hè? Aandacht. Dus je hoeft niet te denken over of je het goed doet. Oh ja. Ga maar naar beneden. Helemaal eventjes alleen maar schakelen naar die voeten. Oké. Okay. Als je dit dagelijks doet, terwijl je, bij wijze van spreken, je tanden poetsen. Met tanden poetsen, met koken. Je staat lekker onder de douche. Ga maar eens stevig staan. Want dat helpt jou om naar beneden te gaan. Want waarschijnlijk sta jij op en je komt je bed uit. En ting! Ja. Hoofd begint. Ja. Oké. Okay. En waarschijnlijk ben jij ook een top regelaar. Alleen, het is bewezen dat als jij dat meer loslaat, dan ga je op de meest essentiële punten aan de slag. En de kleine tussentijdse feitjes en dingetjes, die maken jou niet meer gek. Nee, dus je bent niet zo snel van slag als het even niet zo loopt. Exact. Ja. Oké, je stond stevig. Ja. Hand op je buik. 2, is ook goed. Je ziet mooi plat, maar je mag hem nu even laten zien. Maakt niet uit. Als je ademt, die heb je al gehad met acteren. Maar ik wil hem nu dat je met kracht uitademt, bewust, en dat je het voelt. In 3 seconden doe je dit. Kijk maar even naar mij. En laat los. Oké. Nog een keer. Samen. En laat los. Mensen die veel moeten, ook vanuit het perfectionisme, zetten dit strak. Ja. Ik vind, in mijn kont zet ik altijd helemaal vast. Precies. En wat gebeurt er dan? Je bouwt spanningen op naar boven, naar boven, naar boven. En je gaat steeds sneller praten, want de energie zit hoog. En je zit ook alleen maar hier. Terwijl als je nu daar naartoe gaat, dan kantel je als het ware heel licht je bekken. Alsof er een muntje tussen je billen zit. Je knieën zijn los en je maakt jezelf meteen heel zwaar. Stevig. Stevig. Ja. En daar gaat het om. Je stem klinkt ook meteen anders. En je pakt vaker adem. Ja. Oké, ga nog een keer testen, maar jij ademt nu door. Je blijft dit stuk doen, terwijl je en voelt dat je staat en hiermee bezig bent. Alleen maar voelen en met aandacht daar. Focus op je buik. Oké, je gaf een beetje tegengas. Dat hoeft niet. Je kunt even alleen maar naar die voeten toe. Nu word je als het ware bamboe. En als je bamboe bent, dan word je flexibel. Resilience. Dus flexibel betekent je kunt heel erg mee met hetgene wat komt en gaat. En ondertussen ben je heel stevig, want bamboe knakt niet. Nee. Okay. Weet je wat nou heel gek is, wat er nu in me opkomt? Nou?
Oh, zie je wel. Kut, heb ik het dus al die jaren niet goed gedaan. Dat is die onzekerheid. Ik vind dat niemand het verdient om onzeker te zijn. Nee. Dus ik ook niet. Maar weet je, menselijk is af en toe je onzeker voelen. Mm-hmm. En jij weet ook dat het in het leven gaat om hoe ga je ermee om. Ja. En wat proberen we in onze maatschappij is invloed te hebben daarmee op ons, met ons hoofd daarop. Ja. Terwijl, kan het ook niet werken. Nee. Het gaat erom hoe je je lichaam meeneemt in het proces. Dus dat je schakelt en durft het hoofd los te laten. Want hier zit angst, hier zit ego, hier zit het moeten, hier zit het willen. Als je nu stilstaat bij al die keuzes die je hebt gemaakt in je leven, is er dan nu iets wat je echt anders zou willen doen? Omdat je er nu op dit moment voor wil kiezen om iets anders te doen in je leven. Zodat je meer rust ervaart. Nou, ik wil gewoon totaal accepteren dat mijn situatie is zoals die is. Met het gezin wat er is. Oké, ga je dat accepteren met je hoofd? Of wil je daar iets anders bij doen? Nee, daar wil ik iets anders bij doen. Ik zou niet weten hoe. Oké. Start in ieder geval bij elke keer als jij tegen iets aanloopt. Je denkt, staan. Ademen. Letterlijk gaan staan. Staan, ja. Letterlijk. Het is fysiek. Dus staan, ademen en zeggen tegen jezelf, het mag. Of het is goed zoals het is. Ja. Of het heeft een reden. Het is er niet voor niets. Nee. Wat leert het mij? Wat biedt het mij? Wat geeft het mij? Wat kan ik ermee? En elk ding wat op jou afkomt, leert jou iets. Dat weet je toch? Ja. Okay. Dat weet ik. Dat weet ik. Ja. Maar soms wil je het antwoord van, weet je waarom? Hoezo? Oké. En een waarom is een goede, prima vraag. Dat mag. Ja. Alleen het waarom krijgt een antwoord. Vanuit je lijf. Ja. Ja. Als je stil mag zijn. Ja. En stil zit hier. Pauline begrijpt wat ik bedoel met stil zijn. Ze denkt daarbij meteen aan haar zoontje Bo. Voordat ik Pauline een nieuwe opdracht ga geven, wil ze me heel graag een tijdschrift laten zien waar ze samen met haar zoontje in staat. Heel blij mee. Wow, dit is een mooie foto. Ja. Hoe mooi. Ja, toen was Bootje 6 maanden. Ja, heel leuk. Hier heb je helemaal contact. Ja. Maar er is eigenlijk bij hem, vanaf seconde 1 waren wij zo. Ja. Dat is ongelooflijk. Weet je, aan de hand hiervan ga ik jou een opdracht geven. Ik zou willen dat je van alles uit bladen haalt, knipt, een soort moodboard maakt over wie voel jij dat je bent. Dus welke kleuren passen bij jou? Welke stukjes omgeving. Natuur, omgeving? En natuurlijk past dit in het plaatje, want dit is jouw leven. Snap je wat er bij is? Ja, snap ik. Oké. Ondertussen ga jij ook aan de slag met proberen dagelijks die voeten te blijven voelen. Ja. Als jij nu zit, ben je aan het luisteren. En als het goed is, hoor je mijn woorden. Ja. En hoop ik maar dat je niet nog met een andere agenda bezig bent in je hoofd. Want ik voel ook wel dat nu. Het is wel anders dan 10 minuten geleden. Ja, dat merk heel ik. Heel grappig. Merk ik. Je bent nu ook meer bij mij. Ja. Dat is dus in contact zijn. Ja. Dat is dus bewustzijn. Terwijl ik niet het idee heb dat ik de controle kwijt ben. Nee, helemaal dat niet. Nee, maar nu denk ik dat je, hoop ik, vanaf vandaag meer gaat voelen dat jij regisseur bent. Ja. En regisseur zijn, dat betekent dat jij een haffel zand op je hand kan leggen en denken, hé, als het wegwaait, dan is het zo. Maar als ik ga knijpen, dan verlies je het. En dat is wat waarom je verlies je het? Want het zit dan toch nog in je hand of je maakt het heel klein. Dus dan blijft er niks meer van over, want het stroomt weg. Ja. En als je dit doet, laat je los en dan kan het er straks nog op liggen. Ja, dat weet ik heel of goed. Of misschien niet. Want in die periode van, weet je, vriendje en een relatie uit, je kent het, nou ja, ik weet niet of je het kent, maar ik kende dat, ja. Tuurlijk wel. En toen zei ook iemand tegen mij, ja, je moet loslaten. En ik had zo'n scheidhekel aan dat woord. Ik dacht, loslaten, loslaten. Iedereen zei dat maar. Nee, ik ben 34, ik wil gewoon een man en een kind. Klaar. Want dat is maar, ook goed recht is goed, om dat maar te denken. Je kan ook zo loslaten, want nog steeds heb je het dan. Precies. Dus van dit naar dit is iets anders dan het zomaar weggooien. Nee, dat hoeft helemaal mensen verwarren loslaten met laten vallen. Precies.
Loslaten is namelijk accepteren dat het gaat zoals het gaat. Ja. En weet je wat het belangrijkste is? Nee. En dat is denk ik jouw stuk die gekoppeld staat aan onzekerheid. Heb nou gewoon vertrouwen. Ja. Het is zoals het is of het komt zoals het komt. Ja, dankjewel. Komt zo. Oh. Ja, heel fijn. Heel leuk. Graag. Ik heb er zin in, er gebeurt weer wat. Ja, het is fijn, hè? Het is niet saai. Nee, hoor. Ja, het is heel fijn. De oefeningen hebben Pauline een belangrijk inzicht gegeven. Namelijk dat als ze meer in contact is met haar lichaam, ze ook meer rust en kracht voelt. Precies wat ze nodig heeft om ook meer vertrouwen te kunnen voelen. Ja, en dat moet ze natuurlijk wel regelmatig oefenen. Het liefst dagelijks. En dat is discipline. Voor de volgende keer gaat ze een moodboard maken. En ik ben heel erg benieuwd hoe dat eruit ziet. They sing about war, they talk about peace, they're fighting with God on their side. So did the Nazis, so do the Yankees, they're only fighting themselves. So why should they talk about peace? So why should they talk about peace? La 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 la. La 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 la. They're singing to God, they're singing a psalm, they're singing hallelujah, they're praying hallelujah, they're singing to nothing because he died long ago. So why should we sing to a God? So why should we sing to a God? Ha, ha, hallelujah. Ha, hallelujah. Ha, ha, hallelujah. Ha, hallelujah. Ha, hallelujah. Hallelujah. Ja, echt de obscure ga je ze niet tegenkomen vandaag. Goeiedag zeg. Ik, Gerard en de Pleinboys. Ik, Gerard Kreuger en de Pleinboys. Of Kreuger, maakt niet uit. Maar ja, Jan Kramer had ook ik, Jan Kramer. Maar volgens Gerard of Gerard had hij dat geschreven. Plagiaat van Jan. 60 jaar Nederpop. Hij schijnt zelf in de bak te hebben gezeten vanwege bandbetaling. Dus wie moet je nou geloven? Why should I sing? Ja, krijgen we nou die beroemdste why uit de serie nog te horen? Inderdaad, Anita Meijer. Felt the need of learning. Love I was told, kept the wheel on turning, turning. Still I'm trying to find peace of mind inside. Once in your life, you feel the earth.
van die liedjes die in het collectieve geheugen staan, hè? Niet stuk te krijgen. Anita Meijer, begin jaren 80 alweer. En rekent u even mee. Ja, why? Tell me why. Deze meneer kreeg een platencontract bij Motown. Lang voordat hij twee keer naar het Eurovisie Songfestival ging. Waylon. There's a song in my head and it's looking for a way to get out. Exception. Ze staan schouder aan schouder. Hollands welvaren in 60 jaar nederpop. You say you like candy, well stick with me. I got some sugar up my sleeve. You like money, place your bets on me. These odds are going crazy. And don't be afraid of the big bad wolf. He's just a sheep underneath those teeth. And don't be afraid of the wicked witch. She ain't so bad, she ain't no bitch. I said, wicked, wicked world. Yeah, woo, it's a wicked world. La, 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 ladies, if you feel me, holla, fellas. Show us all the dollar. Little Riding Hood is such a flirt. She got Miss Muffet all up in her skirt. Yeah.
I climb that hill, my jack is somewhere chasing Jill. Two, I want two, three, four. Ooh, it's a wicked, wicked world. Yeah, ooh, it's a wicked world. Rapunzel, Rapunzel, let down your golden hair. Giddy up on your big white horse, even if your prince ain't there. Laura Jansen kwamen we al tegen bij de U. You Somebody was die Kings of Leon cover waarmee ze enorme indruk maakte. Dit was een eigen liedje. Wicked World. Hey. En daarvoor Wicked Way van Waylon. Hey. 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 Yep. Hey. Ja. Zet die plaat af. Dat kan niet. Waarom niet? De sleutel van de jukebox is weg. Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Wie heeft hem ergens gevonden? Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Want de plaat is gerold en dat ding zit op slot. Op de jukebox stond een plaatje, dat bleef hangen op dat hey hey. En de sleutel van die jukebox bleek verdwenen in het café. De zenieter liep met zo'n gezicht, want die jukebox zat wat dicht. En de stroom uitschakelen kon niet, dat bleek ook de knop van het licht. De sleutel van de jukebox gezien. Wie heeft hem ergens gevonden misschien? Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Want de plaat is kapot en dat ding zit op slot. De kastelein nam toen de lichtknop en zei hier nog wat lust. Moet het voor het donker maar zeggen, we krijgen 10 minuten rust. Maar zonder licht in een café, hoe komt de mens op dat idee? Het werd mijn trammeland in het donker, je hoort aan alle kanten hey hey. Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Wie heeft hem ergens gevonden misschien? Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Want de plaat is kapot en dat ding zit op slot. De mensen die daar woonden aan de zij- en overkant namen ook die kreet al over. Hey, wat is er aan de hand? Toen de nieter dol geworden was, kwam er een hamer bij te passen. En daar kijk, hey, hey, lag de sleutel in de scherven achter het glas. Als je me nou be... Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Wie heeft hem ergens gevonden misschien? Midden jaren 60 was dit een hit. Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien van het Cocktail Trio? En 10 jaar daarvoor kwam het origineel uit Calypso Mambo. Ja, ik weet nog heel goed dat ik in de jaren 70 bij Steiger B ben wezen kijken. Een radioprogramma vanuit Annershoeven in Hilversum. Bij de Tros op Hilversum 2 uitgezonden. Presentatie Jos Brink. En toen heb ik handtekeningen van 3 Cocktail Trio's gekregen. Ja, een bekendste liedje hadden we natuurlijk bij de L moeten draaien. Leven de man van de SRV. Alleen dat was geen single, maar een door de heren gemaakte televisiecommercial. En die zong iedereen mee destijds. 60 jaar Nederland! Wie is het? Hey, wie is het? Hey, wie is het? Hey, wie is het?
geen verlossen, niet je redden. Gewoon de flat verrappen. Ja, ga verder, jij geen schaap. Ik geen herder, geen verlossen, niet je redden. Gewoon de flat verrappen. Ja, super duper staat achter de bar vanavond. De scoop is aan, allemaal matties zijn warm. Sla je riet, dringen is gratis. Sporties bemoei je niet. Check, er is ook een duper duper dagroom op de tweede verdieping. Ik zie meis met zure snijten, moeten opzouten. Je weet toch. Wie is het? Ja, wie is het? Dat vraag je af. Uit Rotterdam, Duvel, Duvel. Wie is het? Dit is... Lokale Radio. RTV Stichtse Vecht. Hoor je de wind? Hij striemt in je gezicht. En we roeien langzaam naar het noorden van Noord-Holland. Klei en gras en wind. Het weiland van sloot tot sloot in kaart. Ook voor wie hier woont. Wordt nooit gewoon de Wieringer waard. Wolken wit en wijd bij molende hoop. Antiek de koop en voor de rivier staart potterstier naar Wieringer waard. Ieder jaar in maart de Hollandse lente, oude prenten aan al ontluikt en duikt in meer van Wieringerwaard. Stoere boerenzoon en goed katholiek is liefde ziek, het kerkje loopt uit, daar komt de bruid van Tannes en Jaar. Uit Palona zij beprezend en Hippolytus, hoe verheugd of bedroefd de hele schaar naar Wieringerwaard. Familie kooi, de kuipers en taken, zomaar jacht in Westfriese dracht, het leven lacht een dag en een nacht. Want daar in Wieringerwaard verdwijnt het gevoel voor nuance. Ja, daar in Wieringerwaard, kerkhof naast de kroeg. Gewoon is gek genoeg, en dat gek genoeg laat ze dansen. Klei en gras en wind, het weiland van sloot tot sloot in kaart. Ook voor wie hier woont, het wordt nooit gewoon de Wieringer waard. Wolken wit en wijd, bij molende hoop, antiek de koop. En bij de rivier staat potterstier naar Wieringerwaard. Hier gelooft men nog geen jongens van Jan de Wit. De man die bidt voor zijn vrouw, zijn kind, zijn huis en werkt als een paard. Hier gelooft men nog in eerlijk fatsoen, niet zeuren doen. En nou brengt mijn klomp, gaat rond de pomp. De beste muziek van eigen bodem. De parodie van André van Duin had je al gehoord. Dit is de originele versie van Ramses Shaffi. 60 jaar Nederland. Zullen doorgaan
de sprakeloze nacht. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan. Tot we samen zijn, we zullen doorgaan. Met de wankelende zekerheid om door te gaan in een mateloze tijd. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan. Tot we samen zijn, we zullen doorgaan. Met het zweet op ons gezicht om alleen door te gaan. In een loopgraaf zonder licht, we zullen doorgaan, we zullen doorgaan. Tot we samen zijn, we zullen doorgaan. Telkens als we stilstaan, om weer door te gaan. Naakt in de orkaan, we zullen doorgaan, we zullen doorgaan. Tot we samen zijn. Samen zijn. En wat de versie van André van Duin dan niet had, was zo'n mooi staand slot. Hè? Dat is dan wel weer prettig. Ramse Shaffi, wij zullen doorgaan. Iedereen kent het sprookje van Glennis Grace, hè, die meedeed aan America's Got Talent in de finale terechtkwam. Maar ja, een duet zingen met Glennis Grace, dat is met terugwerkende kracht wel ook een hoogtepunt. Ik wil niet horen dat de wekker gaat. Verdrijf de gedachte dat je mij verlaat. En ik niet beslis voor hoe lang het is. Wil je niet nog één nacht bij me zijn? Wil je niet mijn armen om je heen? Wil je niet met mij of ben je graag alleen? Wil je niet nog één nacht bij me zijn? Meen je alle dingen die je zei?
Edwin Evers is wel de enige radiocollega die ook nog fatsoenlijk kan zingen, zeg. Fatsoenlijk, geweldig kan zingen. De beste muziek van eigen bodem. 60 jaar, wederom. Wil je niet nog één nacht bij me zijn? Deed hij samen met Glennis Grace. Of er nog een duet komt? Ja, binnenkort heeft hij tijd zat, hè. Je weet het niet. Hattie Blok en Leen Jongewaard nu met een totaal andere interpretatie van wat je met je vrije tijd kunt doen. Een plekje voor de fuchsia. Het is een makkelijke plant. Hij eet als het ware uit de hand. Een beetje mest, een beetje zon. Hij doet het best op het balkon. Ik geef een stekkie. En als ik 's avonds op visite ga, dan breng ik overal geluk. Ik geef een stekkie van de fuk. Ik geef een stekkie van de fuchsia. Van de fuchsia. Wil u een stekkie? Wil u een stekkie van de fuchsia? Heb u een plekkie? Heb u een plekje voor de fuchsia? Het is een makkelijke plant. Hij eet als het ware uit de hand. Een beetje mest, een beetje zon. Hij doet het best op het balkon. Ik geef een stekkie van de fuchsia. Geluk, ik geef een stekkie van de fuck.
ik geef een snackie van de fuchsia. Van de fuchsia. Ja, mijn kinderen moesten, ja, mochten, moesten op jeugdige leeftijd al vaak fuck zeggen, hoor. Wil u een stekje van de fuck-fuck-fuxia? Ik heb het al eens eerder gezegd. De liedjes van Ja, zuster, nee, zuster zouden verplicht inburgeringsmateriaal moeten zijn. Dan weet je meteen waar die prachtige teksten vandaan komen. Annie M.G. Smit maakte ze en Harry Banning componeerde daar de muziek bij. Hetty Blok en Leen Jongewaard, wil u een stekkie? Ewald van Lient draait ze voor het vaderland weg. 60 jaar Nederpop. Het leuke van Earth and Fire was dat de eerste single werd geschreven door Joyce Kooijmans, Seasons. En vanaf dat moment, dus daarna, kwamen alle nummers uit de pen van de tweelingbroertjes Chris en Gerard Koers. Dat was ook wel grappig, die waren niet alleen tweelingbroers, maar ze zagen er ook echt hetzelfde uit in de zin van het kapsel, lange haren en de baard. Als je nou tweelingbroers bent en je wilt uit elkaar gehouden kunnen worden, dan zou er één kunnen zeggen, nou, ik doe eens geen baard of ik doe mijn haar eens korter. Nee, het waren echt twee identieke gasten. Tegenwoordig wonen ze in Frankrijk.
Levens als God daar, denk ik, van de royalties van al die successen uit de jaren 70. Wild and exciting, hoor je. Daarover gesproken. Wild Sensation. En Mr. Albert Joe. Wild Sensation. Is zo'n Floortje Klomp en voor de rest is het BB wat de klok slaat. Hè? Boer Bogaert op drums, Bonky Bongaerts op orgel en natuurlijk Bertus Borges op sax. BB, BB, BB. En de Mr. Albert Show die deed het één keer in dit parade, Wild Sensation. Maar ja, die Bertus Borges is daarna natuurlijk nog wel behoorlijk goed terechtgekomen bij Sweet the Buster, bij de Golden Earring. En tegenwoordig speelt hij nog steeds met zijn dochter. Het is 60 jaar Nederpop. Willem Duin is dit. Met Willem. Willem, wat heb je grote hand. Een bek vol gouden tanden, geen stuiver in je zak. Willem, wat wou je nou beginnen? Ik zou maar wat verzinnen. Oude zak tabak, yes, stap maar in je auto. Rijd maar ergens heen. Willem, je moet eens wat verdienen. Je staat zonder benzine. Zit je daar niet mee? Nee, nee, nee. Willem, dan moet je verder lopen. Of ben je weer bezopen? En heb je geen idee? Voor verdrietjes, de wereld zit vol liedjes.
Willem, kom op. Willem, wat heb je grote handen? Een bek vol gouden tanden. Geen stuiver in je zak. Wat wou je nou beginnen? Ik zou maar wat verzinnen. Oude zak tabak. Willen. Wat heb je grote handen? Een bek vol gouden tanden. Geen stuiver in je zak. Misschien ken je het origineel. Dat is ook al zo'n lekkere. Van Frankie Miller, dan heet het Darling. 60 jaar Nederpop. En in het vorige uur van dit nationale muziekoverzicht liet ik jou zijn toenmalige muzikale partner horen. Mouth, hij, zij, McNeil, Sjoukje van Spijker. En toen draaide ik When You're Gone. Ze zijn niet zo heel erg leuk uit elkaar gehaald. Ja, wie dat nou bij wie gedaan heeft, dat is me niet helemaal duidelijk. Maar zij werd op Sinterklaasavond ontslagen. Zoiets was het. Nou ja, goed, de rivaliteit ging in de hitparade verder. Gelukkig zijn ze er allebei niet zo heel bekaaid afgekomen. Hebben ze solo successen gehad, dus voor de rest wil ik me er niet in mengen. Willem dus, van Willem Duin. En misschien denk je af en toe mee met dat alfabet. Vraag je je af als je een liedje gehoord hebt en de titel in je hebt opgenomen. Ja, wat zou ze daar nou achteraan kunnen draaien? Nou, er is niet zo heel veel fantasie voor nodig om te voorspellen wat er achter Willem aankomt. Inderdaad, ja. Dus zet het volgend uur gewoon hard aan en zing hem mee. De muzikale hoogtepunten uit de Lage Landen op
alfabetische volgorde. En alle liedjes komen uit eigen keuken. 60 jaar Nederpop. Voor iedereen die liever zijn eigen arts kiest, hebben wij de juiste zorgverzekering. Want als het gaat om je gezondheid, moet je zelf keuzes mogen maken. Sluit nu onze zorgvrij polis af. Op zorgenzekerheid.nl. Want iedereen heeft recht op zorg en zekerheid. Kinderen horen niet te werken in mica-mijnen. Kinderen horen op school. Help ze uit de mijnen. Kijk wat u kunt doen op tdh.nl. Het is vandaag 24 november en in Loenen een hele bijzondere dag, want Sinterklaas komt hier zo meteen aan. Nou, we staan hier natuurlijk bij de wijktafel. De opkomst is groot, zie ik. Ja, zeker. Veel bewoners zijn gekomen vanavond. Want is het belangrijk dat zoiets gehouden wordt? Ja, zeker. Dit is echt een manier om bewoners bij ons in de wijk naar binnen te krijgen en dat ze hun vragen kunnen stellen aan de gemeente. Verkeer is een van de onderwerpen waar veel vragen over worden gesteld. Over snelheid in de wijk bijvoorbeeld of over onoverzichtelijke punten. Ook bij de groenvoorziening worden veel vragen gesteld. Er is natuurlijk op dit moment sowieso veel vragen in de hele gemeente, maar ook op de Zandkamp. Ik kom hier kijken dat wat men aanbiedt. Wat merkt u hier nou op? Wat ik hier opmerk? Enthousiaste mensen. En dat vind ik ook belangrijk. Ja. Want wat zijn uw klachten? Klachten heb ik niet. Ik heb nooit klachten. Ik kijk altijd hoe de dingen op een positieve manier op te lossen. En dat soort dingen heeft u hier wel bereikt ook? Nou, ik ben een beetje aan het oriënteren. Ik ben inderdaad van de seniorenraad. En wij, onze doelgroep is de 55-plus inwoner van Stichtsevecht. En wij geven gevraagd en ongevraagd advies. En heeft u dan nog opmerkingen of aanmerkingen hier? Ik ben hier niet voor niks. Ik dacht, ik woon hier pas 3 jaar en ik heb het heel druk gehad. En ik ben heel benieuwd wat er allemaal te beleven is hier. En wat bent u dan zoal te weten gekomen over Verzantenkampen? Dat er veel activiteiten zijn waarvan ik me niet bewust was. Is Verzantenkamp een rustige buurt? Ja, op Zandkamp is er rustig gebeurd inderdaad. Er gebeurt niet zo heel veel. Dus je merkt wel, zeg maar, in de andere kampen is wel meer aan de hand dan in Verzantenkamp? Nee, dat wil ik niet direct zeggen. Ik weet alleen dat Verzantenkamp op veiligheidsgebied gewoon goed scoort. Wat zijn hier dan bijvoorbeeld wel de klachten?
Nou ja, er is wat overlast. Rommel wat achtergelaten wordt. Soms wat geluidoverlast. Ja, de groep is goed aanspreekbaar. Dus we proberen die kloof samen met jongerenwerk en de wijkbewoners wat te verkleinen. Nou ja, ik kom als eerste ook informatie inwinnen. Andere bewoners spreken die je op een andere manier kan aanspreken. En de koffie is ook wel lekker. Dus ja hoor. Nee, maar ook informatie over de gemeente, de groenvoorziening, veiligheid. Ik had al een waslijstje, dus die heb ik eventjes besproken met de mensen. Ja. Dus u vindt dat wel belangrijk, dat je ook je mening als bewoner kwijt kan? Nou ja, ik denk als jij als bewoner iets wil veranderen, dat je dat wel moet gaan vertellen. Want als je het niemand vertelt, gaat er ook niks gebeuren natuurlijk. Dus ja, dat is heel belangrijk. De wijk van Zandkamp woont natuurlijk ook jongeren in de wijk. En vanuit het jongerenwerk staan wij er eigenlijk voor dat wij ook graag willen dat jongeren participeren in de wijk. En gewoon deel uitmaken van de samenleving. Dat is ook hun wijk natuurlijk. Ja. En ja, dat is de reden dat wij hier staan. Wat ik als opmerking had, dat was het dubbel parkeren in de smalle straatjes, in de woonerfjes, zeg maar. Want dat merk je veel? Ja, je hebt, iedereen heeft parkeerplaatsen voor zijn deur en je hebt dan parkeervakken. Maar goed, er zijn altijd mensen die komen wat later thuis en die kunnen een auto niet meer kwijt en die zetten hem dan gewoon op de weg. Ik ben van Verheij, dat is de groenaannemer voor Stichtse Vecht. Dus wij verzorgen sinds vorig jaar het groenonderhoud in de gemeente. En wij zijn uitgenodigd voor deze avond en daar werken we graag aan mee. Omdat we graag uitleg geven over hoe wij het groenonderhoud doen. Maar ook vooral om mensen te motiveren om zelf, als ze dat willen, hun wijk groener en kleuriger te maken. Nou, we zijn net klaar bij de wijktafel en mensen vonden het toch best wel heel erg leuk dat het gegeven werd. En wij hopen er ook volgend jaar weer bij te zijn. Dag allemaal! Die verstond ik niet. Dag allemaal! We zijn zo weer in Holland, dus het dak de vaart eraf. We zingen, dansen, springen, heel de boot gaat heen en weer. Allemaal van links naar rechts, dan gaat hij nog een keer. Allemaal van links naar rechts, dan gaat hij nog een keer. Allemaal van links naar rechts, dan gaat hij nog een keer. We snoepen speculaas, we zijn niet meer te houden, Sinterklaas die is zijn baas. Zing nog eens wat harder, we hebben het niet gehoord. Allemaal van links naar rechts, je valt niet overboord. Hey!
Ja, die Peter Groot-Kormelink en Herman Grimme van Splitsing, die komen we nog een keertje tegen bij de Z in hun hoedanigheid als de jazzpolitie. Ja, normaal hoor je dit nummer zo in het midden van het jaar. Dus wat dat betreft is dit misschien een hele rare gewaarwording van Splitsing, Wind en Zeilen. Zes decennia popmuziek in 2000 liedjes. Ze zijn allemaal made in Holland. En we zijn er hartstikke trots op. 60 jaar Nederpop. Beter werden ze niet gemaakt. Ik heb de lans wel gebroken voor deze Nadie volgens mij in het afgelopen jaar. In 60 jaar Nederpop, Wind Force 11. We zitten bij de W in het alfabet van 60 jaar Nederpop. En dan ontbreekt deze natuurlijk niet, hè. 50 jaar geleden. QB in the Blizzard. Of my eyes. I can see. Sitting in the chair of my cold, looking for a way to be the one who I am. Chooses to cry for the things I once have known, thinking it will come back and reach my home. It's like a distant face. It's like the shadow on my wall. Something that I can touch. A heavenly as it calls. Shelter of my mind hides my love and my tears, and I keep on looking for.
for a reason which is not here. Op het album Tripping Through a Midnight Blues. Die hele weirde hoes, die blauwe met al die uitgezaagde kop in die zandbak. En het liedje werd geschreven door Harry Musquet, Elko Gelling en Herman Brood. Window of My Eyes van QB and the Blizzard. 50 jaar geleden alweer gemaakt. En we schakelen moeiteloos 10 jaar verder, want 40 jaar terug. Every day when our homework's done. Go to the beach and gonna have some fun. The ocean's blue. Aan het creatieve brein van de jongens van Catapult. Een van de vele vermommingen die ze hadden. En hits maken, hits schrijven en uitvoeren, dat konden ze. De Surfers, Windsurfing, geënt op de Beach Boys klassiekers. En er zaten een paar mooie mensen in, mooi om te zien en goed om te horen. Spooky, Iwan Groeneveld bijvoorbeeld en Esther Oosterbeek, die je later nog kende van de Dolly Dots. Dat waren zomaar een paar blikvangers van die Surfers. De
classics nu in 60 jaar Nederpop. I remember my holiday last summer in Brazil. There I met such a pretty girl. Her kisses gave me a thrill. Wish I could fly like a bird so high over the clouds and the golden sky. Wish I could sail through the sky above. Classics in het overzicht van 60 jaar Nederpop. En het helpt natuurlijk als het orkest met die naam aan de haal gaat. Wings of an Eagle, over klassiekers gesproken. Deze man die trad dit jaar nog op bij de toppers. Ja. En hij is al dik 70. Die man heeft zoveel carrières. Hè. Ben Kramer, de winter. Kou is gekomen. Kaal worden bomen. Donkere wolken. Nog even en de sneeuw valt uit de lucht, bladeren vallen. Snel zal het winter zijn, stormen en regen kunnen we tegen. Oh, wat een heerlijke tijd. De winter is weer in het land, we liggen niet meer op het strand. We trekken warme jassen aan en zaten op de baan. De sneeuw die valt weer om ons heen. De kerstman is weer op de been. En kinderen spelen in de straten met hun slee. Ik zit me te warmen bij jou in je armen. Bij het haardvuur. Oh, wat kan dat toch gezellig zijn. Kaarsen die branden. En glazen gevuld met wijn. Rijkende handen, echtere banden. Laat dit toch altijd zo zijn. De winter is weer in het land. We liggen niet meer op het strand. We trekken warme jassen aan en schouten op de baan. De sneeuw die valt weer om ons heen. De kerstman is weer op de been. En kinderen spelen in de straten met hun slee.
schaatsen aan en schaatsen op de baan. De sneeuw die valt weer om ons heen. De kerstman is weer op de been. En kinderen spelen in de straten met hun slee. Je hebt toen nog niet zoveel gedaan, hè, in die tijd. De sneeuw die valt. Maar Jacques Zwart liet Ben Kramer het liedje twee keer zingen. Bijna identiek en zette die stemmen allebei op het singeltje Winter. En toen moest zijn carrière in de musicalwereld nog beginnen. Winter, Ben Kramer, dus later nog gedaan door Carlo en Leo van Helemaal Hollands. Maar ik heb de originele versie gekozen. Dit jaar bestaat de Nederpop 60 jaar. Aan welk liedje denk jij dan als eerste? Misschien deze. De versie van Gerard Cox had ik ook kunnen draaien. Winter hier in Holland is zo koud. Maar dit was natuurlijk de bekendste nederpop-uitvoering van Winter in America. Oorspronkelijk van de Australische Doug Ashdown. En het heet eigenlijk Leave Love Enough Alone. En dit was de opvolger van René Vroge van Love Leave Me.
Hoor je de overeenkomst? Dit is Lokale Radio. RTV Stichtse Vecht. 60 jaar Nederpop. Een lijstje maken met de Nederlandstalige mijlpaal in de popmuziek. Op albumgebied, dan gaat Welkom in Utopia van
Dat is het, een jaar of 30 geleden, daar hoge ogen in gooien, dat weet ik zeker. Frank Boeien, en dit is een van de mooiste nummers op het album Winter in Hamburg. Ja, er zitten nogal wat winters in de Nederpop, hoor. Kun je er nog een paar bedenken? Nou, die hoor je dan zo meteen misschien wel. RTV Spitsenvecht. De beste muziek van eigen bodem. Ja, een beetje guur weer, oostenwind erbij. Dan zitten we goed in de wintersfeer. Hè? Komt dat even lekker uit, dat we nu die liedjes laten horen. En niet in de zomer. Ja, een bandje uit West-Friesland, met z'n vijven waren ze, hadden twee bekende nummers. Een liedje over de zomer, dat komen we tegen bij de Z. En deze bij de W, want het is wintertijd. Dit zijn de Makkers. 60 jaar. Maar hij kan niet lopen, de lucht is grauw en het wordt al donker in de stad. Witte takjes aan de bomen, wondermooi om van te dromen. De zomerzon, die hebben wij alweer gehad. Het is wintertijd, het is wintertijd. Uit de lucht valt een wit tapijt. Het is wintertijd, het is wintertijd. Sneeuwpop aan de strijd is spijt. Het is wintertijd, het is wintertijd. De warme zon is hier ver vandaan. Het is wintertijd, het is wintertijd. Maar nou een sneeuwpop op, dan blijft hij staan. La, 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 la. Mensen met hun eerste nieuwjaarswensen. De kolenman is uit de zorgen met een zucht. Het is wintertijd, het is wintertijd. Uit de lucht valt een wit tapijt. Het is wintertijd, het is wintertijd. Maak nou een sneeuwpop, anders krijg je spijt. Het is wintertijd, het is wintertijd. De warme zon is hier ver vandaan. Dat hij wel 1000 liedjes geschreven heeft, die Pierre Cardin. Inmiddels 83 jaar. En voor de duidelijkheid, ook deze is van zijn hand in. Hij werkte toen bij de platenmaatschappij Dureco, voor het label 11 Provinciën. En daar heeft hij volgens mij elk liedje voor geschreven dat er in de jaren 70 op verscheen. En dat telt het lekker door. Hij schudde ze uit zijn mouw. Ook voor de Makkers. Die horen ze met wintertijd en ik vertelde het al, bij de Z komen we ze nog een keertje tegen. 60 jaar Nederpop. Just sleep right now.
sight. Find a way to see the bright side. It's winter time now. I'm feeling fine now. Yes, I'm alright then. I can find a way to see the bright side. I can find a way. Zit nog even naar de hoes van dat prachtige album te kijken met dat kajakbehang. Tegenwoordig heb je daar computerprogramma's voor, maar dat werd toen allemaal knip en plak aan elkaar gehangen hoor. Wintertime, daarvoor wintertijd van de makkers. De vertalingen liggen heel dicht bij elkaar. Dit jaar bestaat de Nederpop 60 jaar. Aan welk liedje denk jij dan als eerste? Misschien deze? Ik luister naar je naam die ik fluister in mijn hoofd. Die kus van gisteravond houdt me dagenlang verdoofd. Elke keer als ik je zie, dan denk ik aan ons twee. Dan zie ik ons weer voor me, samen op de slee. Want ik voel dat jij de enige bent. En dat het is zoals het moet zijn. Ja, ik weet dat jij de enige bent voor mij. Deze winter wordt een winter vol twee. En als ik jou zou vragen, ga jij met me mee. Deze winter wordt een winter vol twee. Wacht heel leven. Deze winter zijn we niet meer alleen. Of ik aan je dacht, ik zoende je wel trusten. En dat de hele nacht. Soms kijk ik naar de maan die aan de sterrenhemel reist. Ik geloof niet in het toeval, omdat alles erop wijst. Want ik voel dat jij de enige bent. En dat het is zoals het moet zijn. Ja, ik weet dat jij de enige bent voor mij. Als ik jou zou vragen, ga jij met me mee. Deze winter wordt een winter voor twee. Wacht heel leven. Deze winter zijn we niet meer alleen. Ik ben bij jou, jij bent bij mij. Alles is erbij. Ik hoor bij jou en jij bij mij. Wow. Jou zou vragen, ga jij met me mee? Deze winter wordt een winter voor twee. Wacht heel leven. Deze winter zijn we niet meer alleen. Een winter voor twee.
Tim Douwsma, die sluit de winter af. Winter voor twee. Ik word geboren in de bergen, draag het water naar de zee. Maar waarom ben ik vergeten? Ik zet mijn stappen in het zand, maar word geruisloos weggespoeld en vul mijn plek weer. Ik mijn gezicht. Ik voel dat deze kaars niet voor altijd zal blijven branden. Dus ik verdrink me in de schijn die het licht voor even werkt. Nog heel even en de waarheid slaat de leugen keihard uit mijn handen.
Mijn ogen branden als de hel, maar ik ben liever blind dan dat ik hier nu sterf. Gedragen door het witte licht, kom ik los van wie mij maakte. Knijp de tijd zijn ogen dicht, meer dan een schaduw in het witte licht. Met open ogen in de zon. Vlees en bloed, een druppel in de oceaan, kruid en onder in de golven. Ja, dat nummer van Marco Borsato, Wit Licht, dat was natuurlijk gewoon een klassieker. En in één keer, 3 jaar geleden, bij The Passion in Enschede, kwam Jeroen van Koningsbrugge met een overrompelende versie. En iedereen vond dat zo'n fijne uitvoering. Ja, dat moet je op single uitbrengen. Nou, dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want normaal denk je, ja, dat doe ik eventjes. Maar de EO moest eerst even toestemming geven. Want het was een co-productie van de Evangelische Omroepen. En dat kon niet zomaar. Commercieel succes. Met een boodschap. Het is toch gelukt. En Jeroen en Marco zijn er blij van geworden. En John Eubank nog het meeste. De beste muziek van eigen bodem. 60 jaar.
Eigenlijk moet je dit nummer beleven, ondergaan op een groot veld, een groot festival. Met een massa mensen die dan allemaal om elkaar heen draaien. Zo'n enorme circle pit vormen. 60 jaar Nederpop! Inmiddels ook al een band met een behoorlijke staat van dienst, de staat. En de medicijnman was de inspiratie. En leuk hè, dat zo'n, zo'n goed voorbeeld goed doet volgen. De videoclip die hoorde bij The Witch Doctor, die was dermate inspirerend met die kluwe mensen, die grote groep geanimeerde poppetjes die om de zanger heen danst, dat dat sindsdien gemeengoed is geworden. Elke keer dat het live gespeeld wordt, doet het publiek die actie na. Ja, dat is wel een heel leuk gezicht. 60 jaar Nederpop, we hebben de staat gehad met Witch Doctor en daarvoor schenen we ons wit licht, onze spotlight, onze schijnwerper. Niet op één, maar op twee zangers, Marco Borsato en Jeroen van Koningsbrugge, die allebei hetzelfde liedje tegen horen brachten. Ah, dat moet kunnen. En ondertussen is het al wel weer zo dat deze muziek weer verraadt dat er weer een uurtje kan worden weggestreept, afgevinkt. De zet die komt in zicht. 60 jaar Nederpop benadert de ontknoping, de apotheose. En zitten alle liedjes erin? Nou, daar ga ik je binnenkort meer over vertellen. En binnenkort nodig ik je ook weer uit voor de volgende serie met liedjes. Dus als je me dan weer wilt vergezellen, dan leid ik je opnieuw rond in het museum van de Nederpop. Spreken we af bij de ingang. Bedankt voor het luisteren. Tot dan. Voor iedereen die liever zijn eigen arts kiest, hebben wij de juiste zorgverzekering. Want als het gaat om je gezondheid, moet je zelf keuzes mogen maken. Sluit nu onze zorgvrij polis af op zorgenzekerheid.nl. Want iedereen heeft recht op zorg en zekerheid. Kinderen horen niet te werken in mica-mijnen. Kinderen horen op school. Help ze uit de mijnen. Kijk wat u kunt doen op tdh.nl. In aflevering 2 is het duidelijk geworden dat wanneer Pauline meer rust en balans wil ervaren, dat ze daarvoor meer in contact moet komen met haar lichaam en gevoelsleven. Gedachten komen en gaan, maar Pauline's gedachten gaan wel heel snel. Want wat ik merk is dat als jij praat, ben jij soms al in gedachten verder. Dus je praat terwijl je denkt. En ik zou willen dat je veel meer woord voor woord in het moment praat, kiest. Voor die woorden die je hebt. En niet nog eens een keer drie woorden verder bij.
Dat, je gaat heel snel in je gedachtes. Ja. Jij schakelt terwijl je aan het praten bent. Dan kan ik zien aan je gezicht, in je oogopslag. Maar ik hoor het ook aan hoe je ademt. Oké, dan wil ik even starten met een oefening. Maar die doen we staande. Okay. Want dan kun je het beter ervaren. Ja. Oké. Luister, belangrijk sowieso is dat die voeten, dat die ongeveer in het verlengde staan van je heupen. Nou, dat doe je goed. Schakel met je aandacht naar je voeten. Dus ik ga ook testen of je stevig staat. Heel goed. Nog meer, hè? Aandacht. Dus je hoeft niet te denken over of je het goed doet. Nou ja. Ga maar naar beneden. Helemaal eventjes alleen maar schakelen naar die voeten. Oké. Okay. Als je dit dagelijks doet, terwijl je, bij wijze van spreken, je tanden poetsen. Met tanden poetsen, met koken. Je staat lekker onder de douche. Ga maar eens stevig staan. Want dat helpt jou om naar beneden te gaan. Want waarschijnlijk sta jij op en je komt je bed uit. En ting! Ja. Hoofd begint. Ja. Oké. Okay. En waarschijnlijk ben jij ook een top regelaar. Alleen, het is bewezen dat als jij dat meer loslaat, dan ga je op de meest essentiële punten aan de slag. En de kleine tussentijdse feitjes en dingetjes, die maken jou niet meer gek. Nee, dus je, dus je bent niet zo snel van slag als het even niet zo loopt. Exact. Ja. Oké, je stond stevig. Ja. Hand op je buik. Twee, is ook goed. Je hebt hem, je ziet mooi plat, maar je mag hem nu even laten zien. Maakt niet uit. Als je ademt, die heb je al gehad met acteren. Maar ik wil hem nu dat je met kracht uitademt, bewust, en dat je het voelt. In 3 seconden doe je dit. Kijk maar even naar mij. En laat los. Oké. Nog een keer. Samen. En laat los. Mensen die veel moeten, ook vanuit het perfectionisme, zetten dit strak. Ja. Ik vind, in mijn kont zet ik altijd helemaal vast. Precies. En wat gebeurt er dan? Je bouwt spanningen op naar boven, naar boven, naar boven. En je gaat steeds sneller praten, want de energie zit hoog. En je zit ook alleen maar hier. Terwijl als je nu daar naartoe gaat, dan kantel je als het ware heel licht je bekken. Alsof er een muntje tussen je billen zit. Je knieën zijn los en je maakt jezelf meteen heel zwaar. Stevig. Stevig. Ja. En daar gaat het om. Je stem klinkt ook meteen anders. En je pakt vaker adem. Ja. Oké. Ga nog een keer testen, maar jij ademt nu door. Je blijft dit stuk doen, terwijl je en voelt dat je staat en hiermee bezig bent. Alleen maar voelen en met aandacht daar. Focus op je buik. Oké, je gaf een beetje tegengas. Dat hoeft niet. Je kunt even alleen maar naar die voeten toe. Nu word je als het ware bamboe. En als je bamboe bent, dan word je flexibel. Resilience. Dus flexibel betekent je kunt heel erg mee met hetgene wat komt en gaat. En ondertussen ben je heel stevig, want bamboe knakt niet. Nee. Okay. Weet je wat nou heel gek is, wat er nu in me opkomt? Nou? Oh, zie je wel, kut, heb ik het dus al die jaren niet goed gedaan. Dat is die onzekerheid. Ik vind dat niemand het verdient om onzeker te zijn. Nee. Dus ik ook niet. Maar weet je, menselijk is af en toe je onzeker voelen. En jij weet ook dat het in het leven gaat om hoe ga je ermee om. Ja. En wat proberen we in onze maatschappij is invloed te hebben daarmee op ons, met ons hoofd daarop. Ja. Terwijl, kan het ook niet werken. Nee. Nee. Het gaat erom hoe je je lichaam meeneemt in het proces. Dus dat je schakelt en durft het hoofd los te laten. Want hier zit angst, hier zit ego, hier zit het moeten, hier zit het willen. Als je nu stilstaat bij al die keuzes die je hebt gemaakt in je leven, is er dan nu iets wat je echt anders zou willen doen? Omdat je er nu op dit moment voor wil kiezen om iets anders te doen in je leven. Zodat je meer rust ervaart. Nou, ik wil gewoon totaal accepteren dat mijn situatie is zoals die is. Met het gezin wat er is. Oké, ga je dat accepteren met je hoofd? Of wil je daar iets anders bij doen? Nee, daar wil ik iets anders bij doen. Ik zou niet weten hoe. Oké. Start in ieder geval bij elke keer als jij tegen iets aanloopt. Dat je denkt, oké, staan. Ademen. Letterlijk gaan staan. Staan, ja. Letterlijk. Het is fysiek. Dus staan. Ademen en zeggen tegen jezelf, het mag. Of het is goed zoals het is. Ja. Of het heeft een reden.
Het is er niet voor niets. Nee. Wat leert het mij? Wat biedt het mij? Wat geeft het mij? Wat kan ik ermee? En elk ding wat op jou afkomt, leert jou iets. Dat weet je toch? Ja, okay. Dat weet ik. Dat okay. weet ik. Ja. Maar soms wil je het antwoord van, weet je waarom? Hoezo? Oké. Okay. En ja. een waarom is een goede, prima vraag. Dat ja. mag. Ja. Alleen het waarom krijgt een antwoord. Vanuit je lijf. Ja. ja. Als je stil mag zijn. Ja. En stil zit hier. Pauline begrijpt wat ik bedoel met stil zijn. Ze denkt daarbij meteen aan haar zoontje Bo. Voordat ik Pauline een nieuwe opdracht ga geven, wil ze me heel graag een tijdschrift laten zien waar ze samen met haar zoontje in staat. Heel blij mee. Wow, dit is een mooie foto. Ja. Hoe mooi. Ja, toen was Bootje 6 maanden. Ja, heel leuk. Hier heb je helemaal contact. Ja. Maar er is eigenlijk bij hem, vanaf seconde 1 waren wij zo. Ja. Dat is ongelooflijk. Weet je, aan de hand hiervan ga ik jou een opdracht geven. Ik zou willen dat je van alles uit bladen haalt, knipt, een soort moodboard maakt over wie voel jij dat je bent. Dus welke kleuren passen bij jou? Welke stukjes omgeving. Natuur, omgeving? En natuurlijk past dit in het plaatje, want dit is jouw leven. Snap je wat er bij is? Ja, snap ik. Oké. Ondertussen ga jij ook aan de slag met proberen dagelijks die voeten te blijven voelen. Ja. Als jij nu zit, ben je aan het luisteren. En als het goed is, hoor je mijn woorden. Ja. En hoop ik maar dat je niet nog met een andere agenda bezig bent in je hoofd. Want ik voel ook wel dat nu... Het is wel anders dan 10 minuten geleden. Ja, dat merk heel ik. Heel grappig. Merk ik. Je bent nu ook meer bij mij. Ja. Dat is dus in contact zijn. Ja. Dat is dus bewustzijn. Ik had niet het idee dat ik de controle kwijt ben. Nee, helemaal niet. Nee, maar nu denk ik dat je, hoop ik, vanaf vandaag meer gaat voelen dat jij regisseur bent. Ja. En regisseur zijn, dat betekent dat jij een haffel zand op je hand kan leggen en denken, hé, als het wegwaait, dan is het zo. Maar als ik ga knijpen, dan verlies je het. En dat is wat je waarom misschien verlies je het? Want het zit dan toch nog in je hand of je maakt het heel klein? Dan blijft er niks meer van over, want het stroomt weg. Ja. En als je dit doet, laat je los en dan kan het er straks nog op liggen. Ja, dat weet ik heel of goed. Of misschien niet. Want in die periode van, weet je, vriendje en een relatie uit, je kent het, nou ja, ik weet niet of je het kent, maar ik kende dat, ja. Tuurlijk wel. En toen zei ook iemand tegen mij, ja, je moet loslaten. En ik had zo'n scheidhekel aan dat woord. Ik dacht, loslaten, loslaten. Iedereen zei dat maar. Nee, ik ben 34, ik wil gewoon een man en een kind. Klaar. Dat is maar, een goed recht, is goed, maar te je kan ook zo loslaten. Want nog steeds heb je het dan. Precies. Dus van dit naar dit is iets anders dan het zomaar weggooien. Nee, maar dat hoeft helemaal mensen verwarren loslaten met laten vallen. Precies. Loslaten is namelijk accepteren dat het gaat zoals het gaat. Ja. En weet je wat het belangrijkste is? Nee? En dat is denk ik jouw stuk die gekoppeld staat aan onzekerheid. Heb nou gewoon vertrouwen. Ja. Het is zoals het is of het komt zoals het komt. Ja. Dank je wel. Ontzettend. Oh. Ja, heel fijn. Heel goed. Leuk. Ik heb er zin in. Er gebeurt weer wat. Ja. Spijn, hè? Het is niet saai. Nee, nee hoor. Ja, het is heel fijn. De oefeningen hebben Pauline een belangrijk inzicht gegeven. Namelijk dat als ze meer in contact is met haar lichaam, ze ook meer rust en kracht voelt. Precies wat ze nodig heeft om ook meer vertrouwen te kunnen voelen. Ja, en dat moet ze natuurlijk wel regelmatig oefenen. Het liefst dagelijks. En dat is discipline. Voor de volgende keer gaat ze een moodboard maken. En ik ben heel erg benieuwd hoe dat eruit ziet. We'll be right back.
City.